Ik heb vanavond geen gemakkelijke boodschap voor u. Deze situatie is ernst. Nous sommes en guerre. When Europe really needed to be there for each other, too many looked out for themselves. Dit voorstel is niet goed. Daar kan ik niet op toegeven. Nee, dit voorstel is echt niet goed. I don't know what is the personal reason for the Dutch Prime Minister to hate me, but he is attacking so harshly. This is not an end, but a beginning. Je vraagt je af, gebeurt het echt? Welkom bij de Europese eindejaarshow, een speciale livestream en podcast van Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Vandaag staan we in Nieuwspoort, perscentrum Nieuwspoort. Ik ben Annette van Soest en normaal gesproken staat altijd naast mij Mathieu Segers, hoogleraar Europese geschiedenis aan de Maastricht University. En het is enorm jammer, maar vanwege serieuze gezondheidsredenen kan Mathieu er vanavond helaas niet bij zijn. Mathieu, ik weet dat je zit te kijken of luistert, dat je er geestelijk bij bent en wij willen je allemaal heel veel sterkte wensen. Stefan de Vries, ik ben niet alleen vanavond. Jij bent mijn co-host. Fijn dat je erbij bent. Ja, leuk om hier te zijn. Dankjewel. Jij werkte jarenlang in Frankrijk voor RTL Nieuws en internationale media ook, verschillende media. Vorig jaar was je er ook bij de eindejaarshow. En jij volgt nu de Europese politiek, Frankrijk in het bijzonder. Ja. Goed dat je er bent. En je bent sinds een paar maanden weer terug in Nederland. Ja. Hoe ging dat, verhuizen in coronatijd? En hoe is het om weer terug te zijn? Logistiek viel het wel mee. Je huurt een vrachtwagen en het is 5 uur rijden en dan heb je spullen. Geestelijk is een ander verhaal. Ik heb 22 jaar in Parijs gewoond. En nu kom ik dan weer hier terug in Nederland, in Amsterdam. En het is natuurlijk een hele rare tijd om terug te komen. Er gebeurt eigenlijk niks. Dus ik vind het eigenlijk een beetje saai. Nederland is natuurlijk een heel goed lopend land. Zeker als je het vergelijkt met Frankrijk. Dus eerlijk gezegd verveel ik me een beetje. Maar tegelijkertijd ben ik wel gelukkig. In deze liveshow blikken we terug op een historisch jaar. Corona doorbrak Brusselse taboes en deed oude conflicten oplaaien. 2020 was het jaar van gesloten grenzen, gigantische noodpakketten en keiharde begrotingsruzies. Nu het jaar bijna is afgelopen en de vaccins binnenkort hopelijk van de band rollen, kijken wij alvast terug. Heeft de pandemie de Europese politiek voorgoed veranderd? We doen dat met heel veel gasten. Als enige mogen wij wel open als Café Europa, maar gelukkig wel helemaal corona-proof. Wat gaan we doen vanavond? Nou, met Eveline Redmeijer en met jou, Stefan, bespreken we de maatschappelijke en politieke gevolgen van corona in verschillende Europese landen. Is Italië bijvoorbeeld de klap al te boven of brengt de zwakke broeder de Unie in gevaar? En hoe heeft Frankrijk dit jaar beleefd? Hoe is Macron eruit gekomen? Dan hebben we te gast nieuwsuurjournalist Arjan Noorlander en VVD-europarlementariër Liesje Schrijnemacher. En met hen kijken we terug op de keiharde begrotingsonderhandelingen. Gaat de Nederlandse zuinigheid ons lang achtervolgen of was die Nederlandse opstelling noodzakelijk? Corona raakt ook andere grote Europese dossiers. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor de groene ambities van Europa? Dat bespreken we met GroenLinks-europarlementariër Bas Eickhout. En pandemie of niet, Brexit bezorgt iedereen nog steeds hoofdpijn. Vanuit Londen gaat Lia van Beckhoven in op de vraag of de EU en het VK ooit weer vrienden worden. En tot slot blikken we natuurlijk ook even vooruit op het komende jaar. Maar eerst, Stefan, 2020, een historisch jaar in veel opzichten. Wat is volgens jou het belangrijkste of een van de belangrijkste momenten geweest het afgelopen jaar? Ja, er waren natuurlijk heel veel dingen die in aanmerking kwamen voor een nominatie. Het was inderdaad een absurd jaar. Er wordt denk ik altijd gezegd dat het een historisch jaar is voor Europa, omdat we dingen doen die nog nooit gedaan zijn. Maar dit jaar was natuurlijk helemaal absurd met Brexit, corona en persoonlijk dieptepunt vond ik toch wel het afgelasten van het Eurovisie Songfestival. Oh, echt waar? Had ik niet achter jou gekocht? Nee, ik kom bij deze ervoor uit. Maar dat vond ik toch wel jammer. Ja, absoluut. Maar goed, er zijn ergere dingen. Je moet kiezen. Je moet kiezen, precies. Ik denk dat het hoogtepunt was misschien wel het moment waarop Merkel en Macron besloten dat er toch een soort Europees fonds moest komen.
En dan ja, vooral tegelijkertijd ook het dieptepunt, dan natuurlijk de reactie van Nederland daarop. Zeker in het begin, dat is wel wat bijgedraaid. En dat met name natuurlijk de manier waarop Hoekstra de landen in Italië, in Zuid-Europa, zoals Italië en Spanje, Frankrijk, wegzette. En op geen enkele compassie had eigenlijk met wat er gebeurde in het zuiden. Hij is daar later wel op teruggekomen, maar laten we even naar hem luisteren wat hij precies heeft gezegd. Als je zoveel storm oogst als wij nu doen, ja, dan heb je het kennelijk niet goed gedaan. En ik vind wat wij ons moeten aantrekken is dat dat dus echt te weinig empathisch is gedaan. En dat we dat in ieder geval zo hebben verwoord dat dat vooral tot weerstand heeft geleid. Dat moet je gewoon, die conclusie moet je gewoon trekken. Zo eerlijk moet je gewoon zijn. Ja, zo eerlijk moet je zijn, maar dat had hij ook wel eerder kunnen bedenken. Maar ja, het is gewoon een botte boer in een porseleinkast die toch een heel groot deel van Europa tegen ons in het harnas heeft gejaagd. Dus ja, dit is eigenlijk het hoogtepunt tegelijkertijd. En het dieptepunt. Ja, en jij Annette, wat was jouw hoogtepunt? Nou, ik weet niet, ik zou ook niet echt spreken van een hoogtepunt. Misschien was dit een jaar met weinig hoogtepunten. Maar ik wilde 31 januari eruit pikken. En dan 12 uur Brusselse tijd, 11 uur Britse tijd. Want toen vond de Brexit plaats. Ja. En we hebben het nu nog steeds over de Brexit. Maar eigenlijk heeft hij natuurlijk al plaatsgevonden. Het politieke vertrek van de Britten natuurlijk uit Europa. Laten we even kijken. Ja. Tonight we are leaving the European Union. For many people this is an astonishing moment of hope. A moment they thought would never come. We are now a free and independent country once again. This is England now. We've got our country back. This is not an end, but a beginning. Terug, maar wij zijn een land kwijt. Het is toch eigenlijk heel treurig, vind je ja, niet? Ja. En we praten over de Brexit alsof die nog niet echt heeft plaatsgevonden. Nee. We zijn natuurlijk nog bezig met die handelsdeal, dus het economisch vertrek is nog niet geregeld. Maar ja, 31 januari was het vertrek dus al een feit. Ja, moest je een traantje laten? Nee, dat dan ook weer niet. Ik toch eigenlijk wel. Ja? Ik vond het echt een klap in ons gezicht, toch wel. Ik ben een enorme eng anglofiel en ik vond het heel jammer dat ze nu niet meer bij zitten, ja. Laten we starten met het eerste onderwerp. Dat is corona in Europa. Je zou bijna vergeten dat 2020 begon met een diplomatieke rel tussen de EU en Turkije. Erdogan opende demonstratief de grenzen voor vluchtelingen. Paniek in Europa, maar die ruzie die werd al snel overschaduwd door een onbekend virus dat vanuit China de wereld overging. En in het begin werd daar nog wat lacherig over gedaan. Rutte nam het allemaal nog niet zo serieus tijdens die allereerste persconferentie. De premier gaf Jaap van Dissel zelfs nog een hand. Oh, sorry, dat mag niet meer. Sorry. Nee. Over. Ik wil er nog wel. Zo, ja. Erg, zo gewoon. Ja, terwijl wij hier nog grapjes maakten, voltrok zich in Italië al een ramp. Corona sloeg in maart ongenadig hard toe in het land dat eigenlijk niet nog een crisis aankon. Heeft Italië zich een beetje herpakt? En wat staat het land economisch nog te wachten? Eveline Redmeijer, welkom. Fijn dat je er bent. Je bent journalist, je werkte jarenlang voor RTL en het AD in Italië. En je maakt nu een podcast over Italië bij BNR. Je volgt het land nog steeds op de voet. Ja. Wanneer merkte jij voor het eerst, wij hadden het dus nog niet door hier in Nederland, maar jij, hier gaat er echt iets mis, dit is meer dan een griepje. Ja, dat is eigenlijk toch gek, dat gaat geleidelijk. Eerst een beetje de verwarring dat er een uitbraak is, dat er een dorp op slot gaat, dat er het leger om een dorp gaat, dat er geen mensen meer in en uit kunnen. Het voelde ver weg, want dat was in China en we hebben natuurlijk ook de afgelopen jaren wel eerder over een virus wat eng zou zijn en gevaarlijk zou zijn gehoord. En dat viel dan uiteindelijk wel weer mee. Maar China was een ver van onze bedshow. Eigenlijk achteraf heel erg naïef met alle vluchten die er dagelijks zijn. Toen was het op Noord-Italië, waar Nederland ook te gek genoeg lang van heeft gedacht dat het een ver van onze bedshow was. Maar eerst ging dus een dorp op slot. Toen ging Noord-Italië op slot. En toen ging dat hele land in lockdown. En dat is natuurlijk iets van China. Kunnen we ons dat nog wel enigszins voorstellen? Maar ik weet nog dat toen was ik al 3 weken daar verslag aan het doen van die crisis. Van ziekenhuizen die te vol werden. Hulpmiddelen die niet voorhanden waren. Maar op een gegeven moment werd er aangekondigd. Het gaat te hard. Die dorpen die nu rood zijn, dat is veel te weinig.
het hele land gaat in lockdown. Je mag vanaf nu alleen nog maar de straat op met een certificaat waarin je aantoont dat het heel erg noodzakelijk is dat jij nu naar buiten gaat. Het leek onvoorstelbaar. En nu lijkt het weer onvoorstelbaar dat dat onvoorstelbaar leek. Want we zijn er inmiddels aan gewend. Landen waar het strenger of minder streng is, zo'n lockdown. Maar dat kennen we nu wel. Maar voor mij is eigenlijk het moment wat voor Italië ja, echt in het geheugen gegrift staat. En ook wel voor mij, dat was half maart. We kregen verhalen, we hadden artsen, we hadden die foto's van verplegers met afdrukken in hun gezichten, die diensten van 24 uur deden, die niet meer konden worden afgelost. En op een gegeven moment was er in de stad Bergamo, waar toen ook een beetje lacherig over werd gedaan. Ik zeg echt lacherig, want dat was echt een beetje de teneur in Nederland. Maar door wie werd er lacherig over gedaan? Nou, vanuit Nederland niet lacherig, maar in ieder geval werd het wel werd Nederland werd een beetje gesust. Ja, maar dat is Italië. Er werd op een gegeven moment bij Nieuwsuur gezegd dat de hygiënenormen van Italianen heel anders waren. Nou, dat is niet zo. Als er dan een verschil zou zijn. Arjen Noorlander zit al in publiek. Nou ja, als je dan wil generaliseren, dan is het de andere kant op. Dat Italianen hogere hygiënenormen hebben. En op een gegeven moment werd er gezegd, ja, als we dan mogen generaliseren. Maar, en er werd gezegd, ja, maar daar de gezondheidszorg kan het niet aan. Maar dat, we weten dat in Italië daar de ziekenhuizen niet zo goed zijn. Maar dat is in Lombardije, een regio die rijker is dan Nederland. En toen kwamen daar het legerconvooi met de kisten die 's nachts en toen overdag half maart die stad uit werden gereden. Wat heel Italië zag. Misschien kunnen we er het beste eventjes naar gaan kijken hoe dat er toen uitzag. Bergamo was het epicentrum van de corona-uitbraak in Europa. Het werd een angstbeeld voor andere landen. Een hele generatie van 80-plussers is hier weggevaagd. De stad kon het aantal doden niet meer aan. Het leger moest eraan te pas komen om de doodskisten naar andere delen van Italië te brengen voor crematie. Ha massacrato le nostre sicurezze. Eravamo certi di essere immortali. Chi parlava della morte? Ja, dit is dus. Ik ben toen vlak toen de lockdown weer is opgeheven. Ben ik naar Bergamo teruggegaan. En dit was dus die priester die dus dagenlang die kist in zijn kerk heeft gehad. En die zegt hier ook, ja, we moeten nu, voor het eerst moesten we echt nadenken over de dood. Wie was er nou bezig met de dood? En nu is de dood overal. En ik denk, die beelden, die zal iedere Italiaan zich de rest van zijn leven blijven herinneren. En dat is ook de reden waarom de schrik bij de Italianen er meer in zit dan bij Nederland, waar hoe diep de crisis hier ook is geweest. Hè, waar wij misschien langs het randje van een afgrond zijn gegaan. Ik denk dat Italië daar toch net wel in is gekukeld in die weken. Ja. Ja, je zei net, in het begin deden we lacherig over Italië, maar tegelijkertijd lag Italië natuurlijk met de frontlinie. Het was het eerste land waar corona echt op zo'n grote schaal huis hield. Hoe ging de overheid daarmee om, de regering? Nou, toch in het begin ook heel haperig. Hè? Dus eerst was het, oké, die dorpen gaan dicht. En dat was toen eind februari. En toen, we mogen niet meer naar buiten, de cafés gaan dicht. Toen, na een week later, kwam er ook onrust vanuit de economie. Hè? De gevolgen zouden te groot zijn. Toerisme, niemand durfde nog naar Italië te komen. Dus toen werd met heel veel bombarie een campagne gelanceerd van Milaan staat weer op. Ja, dat kon natuurlijk helemaal niet. En toen 10 dagen later is het hele land op slot gegaan. Dus dat is ook natuurlijk met vallen en opstaan gegaan. Maar Italië was wat wel echt het eerste westerse land, laten we dat niet vergeten, dat informatie over dit virus eigenlijk won. En in China is zeker de eerste weken, in december, januari, is dat niet voldoende gedeeld. Ook op welke schaal de besmettingen toen waren. En eigenlijk was het eerste land waar Nederland ook echt van heeft kunnen leren, waar de rest van de wereld naar keek, wat er nou gebeurde, was Italië. Italië had toen ook meteen, heeft toen bij Europa aangeklopt, omdat ze dus met te weinig maskers zaten, met te weinig beschermingsmiddelen. En toen is er eigenlijk al vrij snel, kwam iedereen tot de conclusie, alle Europese landen, het was er gewoon niet. Ja. Het was er gewoon niet. Hè, het was over datum, dus vernietigd. Het was nooit meer bijbesteld. En die fout is eigenlijk onafhankelijk van elkaar in alle landen gemaakt. En toen, wat mij heel erg opviel, ik ben een ontzettende een Europofiel en eurofiel. En ik geloof heel erg in het project Europa. Maar nu is het heel erg weer, we proberen het samen te doen en de
speech van de Europese Commissie heeft er ook aan bijgedragen. We zijn allemaal Italië. Maar er zijn weken geweest dat er echt cowboypraktijken waren. Het was ieder voor zich. Het was voor zich. Er werden vrachtwagens tegengehouden. Er werden in havens gezichtsmaskers gestolen. Het was gewoon ieder voor zich. Ja. Heeft Italië, net als in Nederland, een soort outbreak management team? Ja, dat samen met de regering de lijnen uitzet. En hoe werkt dat daar? Nou ja, daar wordt ook uiteindelijk, er is een regering, ik denk voor veel mensen die naar Italië volgen, misschien wel met enige opluchting hebben kunnen constateren dat er een relatief, hoe zou ik dat zeggen, gematigde regering is. Salvini was eigenlijk net een half jaar daarvoor van de Lega, een populist, een rechtse populist, die af en toe erg onvoorspelbaar is. En dit hier hebben ze toch heel erg, zijn ze mee aan de hand genomen, wat ook in Nederland gebeurt, door de wetenschap. En hebben ze dat gevolgd en worden op die manier zijn er beslissingen genomen. En eigenlijk zie je nu, het is ook een beetje wat daarna gebeurde, dat we heel erg gingen kijken. Italië deed het eerst heel slecht. En daarna deed Italië het heel goed. Want meer maskers, er werd meer getest. Maar eigenlijk zie je vooral dat het naar elkaar wijzen niet zoveel zin heeft. Want iedereen wordt op een gegeven moment geraakt door die eerste golf en door die tweede golf. En in Italië kwam die eerste golf eerder dan hier. En de tweede golf is later gekomen dan hier. En uiteindelijk hebben we allemaal dezelfde middelen die we kunnen inzetten. Scholen dicht of restaurants dicht. Minder op straat, meer op straat, gezichtsmaskers. Maar we allebei zijn het vrije samenlevingen. Waarbij niet zo past dat je mensen helemaal opsluit. Maar toch wil ik wel benadrukken dat de lockdown in Italië heeft gehad. We hebben het hier dan over de intelligente lockdown gehad. Nu de gedeeltelijk lockdown. Maar die 6-7 weken die mensen daar echt thuis hebben doorgebracht. Gewoon dat het doodstil was op straat. Dat is toch ongekend en echt niet in vergelijking wat Nederland heeft meegemaakt. En ook dat is een trauma geweest van dit nooit meer opgesloten zit in huis. Ja. Ik wil van Italië even naar Frankrijk. Want Stefan, in de intro-tune van onze podcast en ook van deze livestream, dan hoor je altijd een stukje van Macron. En dat is uit zijn eerste tv-speech na de uitbraak van de coronapandemie. En hij zegt daar, nous sommes en guerre, we zijn in oorlog. En dat zijn grote woorden die bijvoorbeeld Rutte niet snel zou horen zeggen. Wat zegt die woordkeuze? Ja, wat ik ook heel interessant vind met corona is dat je ziet hoezeer de culturele verschillen of politieke verschillen groot zijn in Europa. En inderdaad met nous sommes en guerre, dat is typisch Frans. Dat kan ook alleen maar een Franse president zeggen. Want Fransen zijn enorm autoritair lievend. Iedereen denkt dat ze revolutionair zijn, maar eigenlijk willen ze gewoon gedomineerd worden door een vaderfiguur. Eigenlijk nog door God, als je het nog verder gaat analyseren. En die plek van God wordt ingenomen door de Franse president. Het is ook het democratische hoofdstad met staatshoofd met de meeste macht ter wereld. Alleen in Europa heeft de dictator in Wit-Rusland meer macht dan Macron. En hij bepaalt eigenlijk ook alles zelf. Dus als hij zegt nous sommes en guerre, dan wil hij eigenlijk zeggen, ik ben jullie oorlogsleider die jullie er doorheen gaat krijgen. En ja, dat Frankrijk sinds midden 19e eeuw geen enkele oorlog meer heeft gewonnen, dat is een detail dat de president ontgaat. Maar het is een taal die de Fransen graag horen. Of ze het ermee eens zijn, is een ander. Maar een Franse politicus, en zeker een president, die deze gelooft heel erg in de staat als instrument, bijna de staat als religie, zoals de Gaulle, is dat de enige taal die hij kan spreken. En dat hoort dus ook bij de cultuur van de Fransen. Dat verwachten ze van hun leider? Dat hij zo praat, maar vervolgens wat hij doet, is een heel ander verhaal. Want er is geen land in Europa waar de mensen kritischer zijn op de manier waarop de regering de hele crisis heeft gemanaged. Dus hij leidt nu ontzettend onder grote kritiek. De Fransen zijn heel ontevreden. De economische cijfers zijn natuurlijk vreselijk. Maar dit is de taal die de Fransen graag willen horen. Ja. En is die harde taal en de uitwassen daarvan, is dat ook de reden waarom jij weg bent gegaan uit Frankrijk? Ja, eigenlijk wel. Het autoritarisme, hele... Ja, maar wat is daar dan in veranderd? Want dat was er natuurlijk al een tijdje, ook na de aanslagen. Ja,
Nou, ja, toen ik heb er 22 jaar gewoond en de eerste 7 jaar was ik blind van liefde. Want ik wilde heel graag in Parijs wonen en ik vond het een fantastische stad. En de tweede 7 jaar dacht ik van, nou, het is niet allemaal perfect, maar misschien kan ik wat dingen veranderen. Dus dan ben ik een beetje gaan bemoeien met de lokale politiek. Dat werkte ook niet. En de derde zeven jaar dacht ik van, ja, dit land gaat nergens naartoe. En toen kwamen de aanslagen bij Charlie Hebdo, waar ik letterlijk met mijn neus bijna bovenop stond. Een half jaar later natuurlijk de aanslagen bij de Bataclan. Toen kwamen de gele hesjes, de wekenlange, maandenlange stakingen tegen de pensioenhervormingen, werkloosheid die niet omlaag ging, grote armoede, ongelijkheid. En toen ja, is eigenlijk een hele sequentie van 5 jaar die heel negatief is en die nu nog voortduurt. En in dezelfde tijd kreeg ik ook kinderen. Toen dacht ik van, ja, wil ik mijn kinderen op laten groeien in zo'n ja, hard land, keihard land, armoedig, autoritair, ouderwets. En dacht, ja, nee, eigenlijk niet. Nee. Is de populariteit van Macron toegenomen of afgenomen door de manier waarop hij met deze coronacrisis is omgegaan of omgaat? In het begin is het heel erg hard afgenomen. Hij is de meest impopulaire leider van Europa. De laatste weken krabbelt hij weer wat op, maar het is helemaal niet te vergelijken met hoe populair hij was in het begin in 2017 toen hij net gekozen was. Dus hij heeft echt zware klappen gehad. Ja, als je kijkt naar de economie, dat is een van de meest getroffen landen in Europa. 11% werkloosheid volgend jaar, tegen de 30% jeugdwerkloosheid. En je moet niet vergeten, Frankrijk stond er al heel slecht voor. Hè. Toen de coronacrisis begon, had Nederland, als ik me niet vergis, 2,8% werkloosheid. Frankrijk had 8,6%, dus voor de crisis. En dat werd gezien als een redelijk goede score. Want het was een van de laagste cijfers van de afgelopen 10, 15 jaar. Nou, dus het uitgangspunt was al heel erg slecht. Frankrijk had niet de middelen om nog een tweede crisis na de financiële crisis in 2008 aan te kunnen. En dat zie je nu ook aan de staatsschuld. Gaat naar 120%, 2 keer zoveel als Nederland. Begrotingstekort, werkloosheid, noem het maar op. Frankrijk is echt de zieke man. Iedereen kijkt wel naar Italië. Maar terwijl we naar Italië kijken, ondertussen het echt grote probleem, dat is Frankrijk. Evelien, hoe zie jij dat? Of wat qua wedstrijd wie er zieker is ja, van onze landen. Nou ja, ik heb een weinig. Daar hoef ik geen wedstrijd van te maken. Maar dat Italië er slecht voor stond al voor de coronacrisis, dat is bekend. En dat het alleen maar dat dal dieper wordt. Ze zijn nooit uit de eerdere crisis in 2008 gekomen. De economie staat daar nagenoeg stil. Ze hebben een gigantische staatsschuld over nog uit de jaren 80, die maar niet omlaag gaat. Ja, en waar het toerisme en horeca is daar nog vele malen belangrijker dan dat het voor een land als Nederland is. Dus ja, ik zie het erg somber in. Ik ben niet op die manier weggegaan uit Italië. Ik was eraan toe en ik wilde een verhaal in Nederland gaan vertellen. Maar ik volg Italië nog graag en ik kom er voor werk veel. Maar het is een kijk, Italië weet ook, en dat is ook in de onderhandelingen geweest de afgelopen jaren, zij weten dat ze te groot zijn om te vallen. Als Italië valt, dan valt Europa. Dus ze hebben ook in de onderhandelingen altijd een veel grotere mond gehad dan bijvoorbeeld Griekenland, hè, een aantal jaar terug. En ik denk dat dat wel zo zal blijven. Dat Europa toch wel echt rekening moet gaan houden dat Italië niet meer op die manier op de knieën zal worden gekregen met dat soort hele strenge begrotingsregels. Ik vraag me ook af wat ze daar nu de komende tijd mee gaat doen. Dat zal natuurlijk helemaal worden herzien nu. Hoe er op dit moment naar begrotingen van verschillende landen wordt gekeken. En ja, uiteindelijk is het ook een vertrouwen in Europa, in dat gezamenlijke project, in een gezamenlijke munt. En ik hoop dat daar nog iets van over is. Hè. Ook uiteindelijk bestaat Europa. Wij zijn niet Europa. Dat zijn allemaal verschillende landen die uiteindelijk waar eigen leiders gaan kiezen. En ik ben benieuwd, ja, als we uiteindelijk deze coronacrisis uit zijn, ja, hoe diep de deuken zijn die moeten worden uitgedeukt. Nou ja, de opstelling van Nederland, Stefan refereerde er ook al even naar. Begin van de coronacrisis, we weten allemaal nog die koffer van Elsevier. Hè? Geen stuiver extra naar Zuid-Europa, je ziet hem hier ook. Lekker, stereotypes op ja, de koffer. Ja, ontzettend. En ik maar uitleggen in Italië dat dit toch een erg marginaal blaadje was van echt een hele specifieke kleur. Maar dit heeft alle, niet de voorpagina's gehaald, maar dit is in Italië gigantisch geweest. En er is echt, denk ik, geen Italiaan die niet weet wie Rutte is. Ja. En wie Hoekstra is, ja, hoe ze dat dan uitspreken, dat durf ik niet te zeggen. Maar Nederland heeft zich absoluut niet populair gemaakt. En normaal, als ik dan vertelde ik ben Nederland,
dans. En dan van, oh prachtig, ik, van fietsen en de molens en de tulpen en de prachtige grachten. En nu krijg ik voor het eerst toen ik ergens een verzoek deed van sodemiet erop. En de wil een van de Nederlander, laat ze het maar zelf uitzoeken. Die hoeven we hier niet met vakantie te hebben. Ik heb, en dat is achteraf overdreven. Maar toen vrienden van mij zeiden, ja, we gaan zodra het weer kan, wil ik naar Italië gaan rijden, want dat is veiliger. Ik zei, nou, ik zou, dat was echt op de, echt de nou ja, het hoogtepunt van die diplomatieke crisis. Zei ik, nou, ik weet niet of ik nou met een Nederlands nummerbord over de Italiaanse wegen zou rijden. En ja, dat kwetste me wel. Het zijn landen waar ik beide van hou. En ik denk af en toe wel dat, ja, er wordt dan misschien hier stoer met spierballentaal gedaan. Toch dat die effecten, dat we dat pas later, en dat je dat misschien niet heel erg direct terugziet, maar dat dat niet vergeten wordt. Nee, maar is die woede wel wat gezakt? Ja, het gaat er niet meer over. Dat zie je dan ook wel weer, dat dat dan ook weer voorbij waait. Maar ik denk toch dat bepaalde leiders, en dat is natuurlijk zo belangrijk, en zeker met de gasten hierna kunnen jullie dat beter bespreken, maar juist die gevoeligheden en die banden en die, nou ja, die contacten. En ik geloof wel dat Nederland zich niet bepaald populair heeft gemaakt in die weken. Dat is natuurlijk ook een enorme gemiste kans geweest, hè? Deze crisis was zeker de mogelijkheid om meer samen te gaan werken. Ja. En je ziet het nu nog steeds. In Nederland is het 1,5 meter, in Frankrijk 1 meter, in Spanje 2 meter. Dan denk je, kan je zelfs daar niet even over bellen? Dus dat is ook misschien wel een dieptepunt of een wijze les. Dat ja, zelfs met zo'n crisis lukt het niet om gewoon dezelfde kant op te kijken. Even nog over de Italiaanse economie. Je zei al, hè, hoge staatsschuld, alleen maar hoger geworden door deze crisis. Nou wordt er vanuit Brussel en ook vooral dus Den Haag gehamerd op hervormingen. Ja. Zit er een regering in Rome die daarvoor openstaat? Ja, op papier wel. Maar we hebben al heel vaak hebben regeringen gezegd dat ze daarvoor openstaan. Op zich, het is een premier Giuseppe Conte. Dat was een totale nobody op politiek niveau die daar werd geplaatst door de Vijfsterrenbeweging. En die is toch wel heel populair geworden. Dus is dit redelijk stevig in het zadel. Die zie ik ook nog wel een tijdje blijven. Maar ja, is het een regering die hervormen kan doorvoeren? Dat durf ik niet te zeggen. Mijn ervaring is dat in Italië nooit echt wat verandert. En nu heeft natuurlijk Nederland afgesproken of afgedwongen in die afspraken dat zij dan een zegje mogen hebben in de hervormingen die Italië zou moeten doorvoeren. Dat een voorwaarde is voor de steun die zij krijgen. Nou, misschien geeft het ze een zetje. Ik help het. Ik help iedereen hopen ja, de goede kant op. Onlangs het parlement is verkleind, toch? Dat is, ja, klopt. Dat is een hervorming. Ja. Een hervormingje. Ja. Nou, dat wordt natuurlijk wel. Kijk, natuurlijk, dat is veel te groot en die verdienen heel veel. Maar dat is natuurlijk een fractie van de echt grote problemen. De arbeidsmarkt, de pensioenen. En ja, helaas hebben we ook gezien, als we een stukje teruggaan, zijn door de regering van Monti, technocraat, in 2011 belangrijke hervormingen gedaan. Dan zie je toch weer dat juist ja, niet-politieke regeringen dat durven te doen. Echte hervormingen die pijn doen. Ja, en op een gegeven moment komt er weer een regering die belooft, we gaan het weer terugdraaien. Dus toen ging de pensioensleeftijd weer omlaag. Dus ja, het is gewoon een heel moeilijk verhaal. Misschien dat er toch wat geduld moet zijn met Italië. En ik ben heel benieuwd hoe nu naar Europa, hoeveel coulance ze zullen hebben met Italië. Hoe streng ze zullen zijn met zo'n diepe crisis als corona. Of er juist meer compassie is. Of dat het juist nu moet worden aangegrepen. Van maak die veranderingen nou. Ik ben benieuwd. Ja. En één ding lijkt eigenlijk nooit te veranderen. Want Berlusconi die is er ook nog steeds. Ja, dat is altijd ook weer een. Kijk, er is nog maar denk een kleine 9% van de Italianen die achter hem staat in de peilingen. Maar toch weet hij altijd wel weer een soort sleutelrol te hebben. Hè, tussen partijen in. Hè. Hij zit aan de rechterkant, maar niet de extreemrechtse kant. En je kunt wel zaken doen. Of in ieder geval met zijn parlementariërs. En ja, die doen toch wel wat Berlusconi wijze acht. Dus denk niet dat Berlusconi op 84-jarige leeftijd met pensioen is. En heeft hij nou corona gehad of niet? Hij heeft corona en hij gehad. Is genezen. Ja, hij is zeker genezen. Oh. Ja. Maar hij heeft een persoonlijke lijfarts. De echte leiders hebben een lijfarts. Hè? Ik weet niet of dat ook voor Macron geldt, maar Berlusconi laat zich iedere week volledig doorlichten hoe die 120 kan worden. Dat is zijn streven. Dus Boonga boonga heb ik gehoord. Ja, is het ja dat schijnt. Misschien helpt het. Misschien helpt het. Eveline Redmeijer, dankjewel. Ja. Tijd voor de positie van Nederland in Europa en de ruzie over geld, want ook dat was 2020 voor Europa. En dat begon al voor corona. Rutte zette de hakken in het zand bij de eerste top over de meerjarenbegroting en bleef dat doen, ook bij de onderhandelingen over de coronasteun.
Dit voorstel is niet goed. Daar kan ik niet op toegeven. Nee, dit voorstel is echt niet goed. Eerlijk gezegd is het nu vooral vertellen wat we vinden en dan hopen dat die realiteit indaalt. Ik heb de biografie van Frédéric Chopin bij me. Ik ga eens een beetje lezen. Vanavond wordt lang gesproken over de rechtsstaat. Nou, ook daar natuurlijk moeilijke discussies. Ja, gewoon dat mensen wat geïrriteerder zijn dan vanmiddag. Maar ja, dat kan wel eens een keer. Die lopen kribbig weg en dan gaan we morgen verder. Natuurlijk aan alle kanten aan de poort wordt gerommeld om meer geld uit te geven. Willen wij dat daarbinnen bij een klein kacheltje zuinig houden. Ik ben blij dat dit gelukt is. Het duurde even. Het is gewoon belangrijk dat we eruit zijn. Bij ons zijn Liesje Schrijnemacher, Europarlementariër voor de VVD, en Arjan Noorlander, politiek verslaggever van Nieuwsuur en jarenlang voor de NOS werkzaam in Brussel. Welkom allebei. Goed dat jullie er zijn. U bent zo'n anderhalf jaar lid van het Europees Parlement. Hoe vaak bent u al vrekkig genoemd door collega's? Nou, dat viel wel mee. In de zomer misschien 1 of 2 keer, maar dat viel echt wel mee. Oké. En bent u wel eens aangesproken in Brussel op de houding van Rutte, van uw partijleider? Ja, ja, wij zitten natuurlijk met onder andere de Fransen van Macron, hè, de Europarlementariërs, in de liberale groep Renew Europe. En nou ja, je kunt je voorstellen dat daar wel discussies, pittige discussies zijn gevoerd over het budget. En ik probeer dan wel ook uit te leggen van ja, in Nederland zijn we al sinds 2010 aan het bezuinigen. En ja, dan is het ook hier in Nederland moeilijk uitleggen dat er eventueel een hele hoop subsidies naar andere landen gaan die het misschien iets minder hebben bezuinigd de afgelopen 10 jaar. U bedoelt de meeste Europese landen die meer hebben bezuinigd dan Nederland? Nou ja, bezuinigen en hervormen. En we hebben net natuurlijk Evelien gehoord die ook zei, ja, soms is er hervormd en soms weer minder. Maar er is wel heel veel bezuinigd, dus u haalt 2 dingen eigenlijk door elkaar. Ja, bezuinigen en hervormen. Ja, oké. Okay. En heel veel rente op alle staatsschuld, die het ook moeilijk maakt. Mag ik nog 1 ding wat me opvielt? U zegt, u zit in de liberale fractie met uw collega's uit Frankrijk. Heeft u dat wel eens tegen uw Franse collega's gezegd? Ja, die gebruiken liever niet het woord liberaal. Daarom heet het ook nu Renew Europe. Ja. Maar wij VVD'ers voelen ons nog wel heel liberaal. Maar waarom zit u dan bij die club, als het eigenlijk geen liberalen zijn? Want Macron zwaait scepter daar in die groep. Ja. Dus het woord liberaal wilde niet horen. Waarom zit u er dan bij? Nou ja, ik denk, wij zijn met de ALDE, de liberale groep, samengegaan met de Fransen daar in het Europees Parlement. En wij hebben heel veel dingen waar we wel het over eens zijn. Maar er zijn ook sommige zaken, bijvoorbeeld als het gaat om die begroting, waar we wel discussie over hebben. Ik wil naar Arjan. Arjan, we zagen Rutte net, we zagen hem het spel hard spelen. Merkel en Macron liepen zelfs weg uit een vergadering. Ja, ik was erbij dat weekend in Brussel. Dat was die marathontop, hè? Ja, want ik ben eigenlijk geen correspondent meer daar al een tijdje. Maar ik kon mijn vrienden daar niet opzoeken, want er was de eerste coronagolf. Dus ik dacht, nou, toen was hier al reces in Den Haag, dan ga ik naar die top en dan hebben we donderdagavond een top. En dan kan ik daarna het weekend leuk met mijn vrienden en oud-collega's stappen in Brussel. Nou, dat liep even anders, ja. Ik heb ze niet gezien. Heeft die felheid jou verbaasd? Van Rutte? Ja. Nee, niet echt. Want Rutte is natuurlijk al heel erg lang op zoek naar een vervanger voor de Britten. En die heeft hij gezocht in een soort Hanze-groepje landen. Die hebben daar achter jou op de foto in de Treffenzaal heeft hij ze 1 jaar geleden ongeveer uitgenodigd. De Scandinaviërs, de Baltische Staten, om te kijken van kunnen wij een soort nieuw Brits-liberaal geluid worden. Hè? Hand op de knip en gaan met de economie. En die heeft hij toch eigenlijk niet echt serieus gevonden. En daardoor werd hij, richting die begrotingsdiscussie, werd hij zelf in de Margaret Thatcher-rol gedrukt. Ik kunt wel zeggen dat hij die met verve heeft gespeeld. Hè. Het is echt het Britse standpunt. Maar wat ik me altijd afvraag, en dat is eigenlijk ook een beetje met wat Liesje zegt, is dat wat mij nog steeds niet duidelijk is wat wil Rutte er nou eigenlijk mee bereiken? Wat is nou eigenlijk zijn eindpunt ermee? Ik bedoel, dus voor binnenlands gebruik snap ik dat. Het is stoer om te zeggen, ik let op de centen als de Britten het niet meer doen. Maar waar dat nou uiteindelijk toe moet leiden, ja, ik weet het niet. Ik neem aan dat die niet voor een exit is. Maar wat hij nou wel wil met 1000 miljard, 1100 miljard, wat dat uitmaakt, waarom je daar zo hard om gaat vechten. Wat win je nou eigenlijk? Dat is me eigenlijk nog steeds niet duidelijk geworden dit jaar. Ja, mag ik daar even op reageren? Ja, zeker. Kijk, voor Rutte was het belangrijk een aantal dingen. Hè, het budget niet te veel zou stijgen. Eigenlijk niet, en zeker de Nederlandse afdracht niet verder zou stijgen. Maar waarom? Want het is 1000 miljard, 11 miljard, het is maar net wat je roept. Het is allemaal heel veel geld.
Het is natuurlijk een symbool wat je zelf verzint, niet stijgen. Je kan ook zeggen, mag maar een beetje stijgen, dat iedereen ook prima. Nou, ik denk dat in Nederland wel de tendens is dat we liever niet willen dat de afdrachten van Nederland veel hoger uit zullen vallen dan eerder het geval was. En dat we bijvoorbeeld die korting kunnen houden. En zoals je zelf ook aangeeft, we hebben ons eerst lang bij het Verenigd Koninkrijk kunnen scharen. Misschien wel een beetje achter die brede rug kunnen schuilen. En nu moesten we zelf, moest Rutte dat voortouw trekken. Maar dan wat met drie andere lidstaten. Dan zeg je eigenlijk, het is eigenlijk alleen maar belangrijk voor Nederland. Het symbool voor Rutte om tegen het Nederlandse electoraat te kunnen zeggen, het wordt niet duurder. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Vinden dat wel heel belangrijk uiteindelijk. En kijk, het gaat natuurlijk ook om de prioriteiten die je met zo'n budget stelt. Hè. Wij hadden natuurlijk liever gezien dat er meer op modernisering was ingezet. Ja, is niet helemaal gelukt. Voor een deel. Voor een deel blijft er toch ook wel naar oude prioriteiten, zoals landbouw gaan, de cohesiefondsen. Maar uiteindelijk gaat er ook weer meer naar onderzoek, innovatie, Horizon 2020. Dus uiteindelijk zijn daar ook wel weer stappen ingezet. Ja. Ik wil jullie even onderbreken. We gaan daar nog uitgebreid op in. Maar een tekenend voorbeeld misschien van die houding van Rutte en tegen wie hij het had toen hij in Brussel was, is het volgende fragment. We zien daar Rutte op bezoek bij een afvalverwerker in april van dit jaar. Hey, goedemorgen. Alsjeblieft, geef me niet te gaan. Oh, nee, ik onthoud dit. Ja, ik moet misschien even ondertitelen. Ja, het is moeilijk te verstaan. Een van de werknemers daar, die roept tegen Rutte dat Nederland niet dat geld aan Italië en Spanje moet geven. En Rutte zegt dan, ik onthoud dit, duim omhoog. Ja, dit ondersteunt eigenlijk het verhaal van mijn buurvrouw. Dat het voor Rutte heel belangrijk was om vooral een signaal te geven in Nederland. En dit was voor jou een veelzeggend moment. Omdat die grote politiek hiermee heel klein wordt. Want dit is dus inderdaad wat Rutte eruit probeerde te halen. En wat ik mij dan afvraag is, wat wil hij daarmee? Wil hij een wedstrijd over centen winnen in Brussel? Of wil hij uiteindelijk toch ook ergens samen met Europa aan een sterk Europa bouwen? En als het verschil uiteindelijk over relatief dat soort kleine bedragen gaat, ook al is het heel veel geld, als je het heel snel zegt, is het op Europa is het niks. En ik heb zelfs de neiging om te denken dat als Rutte het hierover laat gaan, vind ik het niet zo heel erg gek dat er landen in Zuid- en Oost-Europa heel erg boos op ons zijn. Als ze onze rijkdom zien in combinatie met ons opgeheven vingertje, dat ze zeggen, ja maar sorry, wil je nou met ons aan een Unie bouwen of wil je gewoon elke dag een wedstrijdje winnen? Ja, goeie vraag, want wat Rutte heeft keihard onderhandeld over die Nederlandse korting. Ik vraag mezelf inderdaad net als Arjen af waarom. Bent u blij met het resultaat? Er gaat nu zogenaamd minder geld naar Brussel, al weten we ook eigenlijk niet eens hoeveel. En er gaat zeker minder geld naar wat Nederland hele belangrijke potjes vond, namelijk klimaat en innovatie. Bent u blij als Europarlementariër? Nou ja, kijk, je gaat zo'n onderhandeling in met een punt waar je hoopt uit te komen. Maar dat is met heel veel verschillende lidstaten. Dus uiteindelijk krijg je niet alles wat je wil. Dat is altijd met een onderhandeling. En ik denk dat we heel blij mogen zijn dat er niet dat de afdracht van Nederland niet hoger is. En zoals ik net al zei, de stijging van bijvoorbeeld gelden voor innovatie en onderzoek is al degelijk gestegen. Hè, van 65 naar 80 miljard. Ik bedoel, het eindpunt is uiteindelijk, Rutte ziet ook wel het belang van de interne markt, het belang van Europa, samenwerken op grensoverschrijdende problemen zoals migratie, veiligheid. En dus Rutte gelooft zeker in een sterk Europa, maar uiteindelijk stelt hij daar wel grenzen aan. Als ik u zo hoor, gaat het Nederland alleen maar over, is Europa eigenlijk een financieel project en totaal niet politiek? Wat wil Nederland eigenlijk met dit project? Het project is natuurlijk, je hebt de economische unie, dus als het gaat om de euro, maar ook wij verdienen heel veel geld op de interne markt als Nederland. En uiteindelijk zullen we natuurlijk wel een beetje opschuiven naar het politieke, als je bijvoorbeeld bedenkt dat we met Europa ook meer een vuist willen maken op het wereldtoneel. Als we kijken naar landen als China, de Verenigde Staten, dat wij daar ook echt
een vuist kunnen maken en ja, onze partijen meeblazen, om het maar zo te zeggen. Maar goed, dan moet je dat wel, daar moet je dus wel ook concessies voor doen. Dat hebben we gedaan. Dus het is niet zoals we de ideaal zoals we het hadden willen zien. Wij hadden liever bijvoorbeeld minder subsidies gezien en meer leningen. Nou ja, dit is wat Rutte eruit heeft gesleept. Oké. Okay. U koos zelf voor een ander moment dat laat zien hoe hard het eraan toe ging. Laten we daar even naar gaan kijken. I don't know what is the personal reason for the Dutch Prime Minister to hate me or Hungary, but he is attacking so harshly and making very clear that because Hungary, in his opinion, does not respect the rule of law, must be punished financially. That's his position. So I don't like blame game, but the Dutch man is the real responsible man for whole mess we have. Ja, de Dutchman. En deze Hongaarse premier Orbán, die heeft u dus behoorlijk wat hoofdpijn bezorgd, nog steeds. Want er is heel veel stevig onderhandeld deze zomer, maar het is nogal helemaal niet zeker dat die meerjarenbegroting en dat coronaherstelfonds er überhaupt komen, omdat de Hongaren en de Polen nog steeds dwars liggen. Nee. Nee, ja, wij hebben als Europees Parlement eigenlijk het stokje overgenomen als het gaat om die rechtsstaat. Hè, en om ook voorwaarden te stellen aan het uitkeren van die gelden. Als er dus een risico dreigt van ondermijning van de rechtsstaat, bijvoorbeeld in een Europese lidstaat, dan kunnen fondsen ingehouden worden die anders wel naar die lidstaten zouden gaan. Maar het klopt, Polen en Hongarije liggen nu dwars. We hebben over een paar dagen de Europese top en daar zullen we kijken of we er uitkomen. Is er al een oplossing voor? Nou ja, er wordt over verschillende oplossingen gesproken. Over een soort inlegvel. Inlegvel. Of met, met minder lidstaten verder. Hè? Alleen dat gaat dan om een andere constructie, waarbij het Europees Parlement en de Commissie bijvoorbeeld weer veel minder te zeggen daarover zouden hebben. Dus het zou wel mooi zijn als die begroting er natuurlijk gewoon wel doorheen zou komen komend weekend. Ja. Arjan, zie jij een uitweg uit deze impasse? Nou, impasse? Weet ik niet, maar ik krijg, ja, het is een beetje vloeken in de kerk, want Orbán is natuurlijk een enorme boef en je hebt gelijk dat je dit fragment laat zien, want hij draait natuurlijk de werkelijkheid om. Maar je kan ook zeggen, en dat is een beetje vloeken in de kerk, maar dat gevoel heb ik al een paar jaar, dat is dat Orbán doet eigenlijk wat Rutte ook doet. Namelijk, hij spreekt daar vooral via Europese microfoons en camera's zijn eigen volk toe. En ik ben veel op reis geweest toen ik correspondent was, vooral ook in Oost-Europa. En dan krijg je weinig sympathie voor dit soort lui, maar wel wat meer sympathie voor Hongaren of Roemenen of Polen, hè, die nu ook onder het vergrootglas liggen, die toch krom hebben gelegen na de val van de muur om lid te mogen worden van de Europese Unie. Vervolgens hebben ze eerst de financiële crisis over zich heen gekregen toen ze net lid waren. En toen kregen ze van ons allemaal te horen, maar jullie zijn lid, dus jullie moeten ook meebetalen. Dat hebben ze allemaal gedaan, pensioenen eraan in die landen. Vervolgens kwam de vluchtelingencrisis toevallig over Oost-Europa hier naar ons toe lopen. Toen hebben we ze ongeveer al voor racisten uitgemaakt. En toen begonnen we ook al te dreigen van, als jullie geen vluchtelingen willen opvangen die in jullie landen niet eens willen blijven, dan zijn jullie racisten en dan gaan we ook geld van jullie afpakken, arme landen. En nu zijn we in de rechtsstaatdiscussie terechtgekomen. En hoe fout Orbán ook is, de vraag is of het verstandig is om aan zo'n hele groep landen die voelen dat ze wel lid mochten worden van Europa, maar toch altijd als B-land die weg zijn gezet als degene die niet wilde meebetalen, die weg zijn gezet als racisten, hè, dat volk vooral, nu weer opnieuw te willen straffen omdat ze daar een foute baas hebben. Wat we denk ik doen is alleen deze foute man nog meer wapens geven in eigen land om te zeggen, zie je wel, Brussel is op jullie uit, stem nou maar op mij. En zelfs als je in die landen jonge mensen spreekt, die liberaal zijn, die studies hebben gedaan, zelfs die zijn nu geneigd om op Orbán te stemmen, omdat zij vinden dat het monster en de beledigingen uit Brussel eigenlijk veel groter zijn soms dan van deze meneer. Maar je zit ze nu weg als arme slachtoffers, maar al die landen hebben natuurlijk enorme groei doorgemaakt de afgelopen 10 jaar. Ja, maar als je nou kijkt wat voor groei dat nou uiteindelijk is, dan is de echt slimme mensen allemaal vertrokken hier naartoe om goede banen te hebben. En als je daar in Slovenië of in Hongarije of in Roemenië langs snelwegen rijdt, staan er alleen maar dozen van die overslagcentra van bol.com. Dus alle lage lonenarbeid is daar naartoe gegaan. En hebben wij krijgen daar de winsten van. Als je daar jonge mensen spreekt, ik heb daar ook vrienden wonen, die hebben 2 studies gedaan. En die werken voor een groot tankbedrijf, doen die de back-office van de tankpasjes. En die worden dus gebeld uit Nederland van mijn tankpasje werkt niet. Die verdienen €400 per maand.
hebben 2 studies afgerond. Veel meer dan wat ze daarvoor verdienen, maar het is natuurlijk nog steeds heel weinig. En als zij dan tegen dat Engelse oliebedrijf zeggen, ik wil wel wat meer verdienen, dan zeggen ze, is goed, dan gaan we wel naar China. Want daar zijn ook mensen die wel Nederlands willen leren en die kunnen dat nog goedkoper doen. En daar komt Europa niet voor op. En wat ze dan bijvoorbeeld in Boedapest wel zien, is dat rijke Europeanen uit Nederland en uit Duitsland, die komen daar wonen, die kopen daar de mooie huizen op voor een prikkie, krijgen gratis zorg in Hongarije, want dat is zo geregeld voor 60-plussers, krijgen gratis openbaar vervoer in Boedapest, want zo gaat dat met ouderen, ook als ze uit andere Europese landen komen. En wie betaalt die rekeningen? Dat zijn die jonge Hongaren die regelmatig door Brussel worden uitgemaakt voor racisten, homohaters en weet ik veel wat. Ik wil even reageren. Ja, want toevallig had ik vandaag een virtueel werkbezoek aan Polen. En wij spraken bijvoorbeeld daar met LHBT-activisten. En een van die activisten zei juist van, kijk, jullie hebben lang genoeg nu gewacht in Brussel, maar de tijd van wachten is gewoon voorbij. En de manier waarop je Polen nu wel tot de orde kunt roepen, waar de enige manier waarop je kunt bereiken is als je ze raakt in een portemonnee. Dus ga zo door. Dus hier wordt ja, wel één manier van... Ik vind dat geen geloofwaardig verhaal, want het probleem is niet deze groep mensen, want die stemmen toch niet op Orbán of op de Poolse machthebber. Nee, maar ze kijken wel naar ons om hen te helpen. Ja, maar we hebben 15 jaar lang, 20 jaar lang toegestaan dat bijvoorbeeld Hongarije netto 6 miljard euro aan Europees geld kreeg, die een heel groot deel in de zakken van Orbán sowieso al terecht is gekomen. En ja, maar het is toch goed dat we daar dan nu wat aan doen? Ja, maar dat gelooft toch niemand in die landen meer na al die jaren? Dat moet je echt stapje... Tuurlijk moet je Orbán aanpakken. Maar je moet ook, denk ik, veel meer proberen om stap voor stap die mensen bij de hand te nemen en zeggen, jullie zijn niet B-burgers in Europa. Jullie horen er net zo goed bij als wij. En dan moet je dus ook niet zeggen, Europa mag niet meer geld kosten, denk ik. Maar dan moet je ook zeggen, dan gaan we jullie, als jullie inderdaad dat soort politici loslaten, dan gaan we jullie daar volop juist ook financieel in steunen. Maar steunen ze ook. We zijn nu aan het kijken hoe we wel kunnen zorgen dat bijvoorbeeld dat geld wel terecht kan komen bij NGO's daar on the ground, om het maar even zo te zeggen. En niet in de zakken van Orbán. Dus ik vind het wel een beetje te kort. Het zou mooi zijn als het lukt, want het is natuurlijk, die man stopt het al 20 jaar in eigen zak. En er is een voedingsbodem voor in dat soort landen, voor dat soort politici. En daar hebben wij mede voor gezorgd. En dat wordt denk ik niet beter als je zegt, we gaan jullie financieel straffen. Ik wil even, Arjan, met jou terug naar Nederland en de rol van Rutte en zijn houding in Europa. Ja. Hij is nu 10 jaar premier en zelf zegt hij in die tijd anders te zijn gaan denken over Europa. Ja, meestal als de verkiezingen niet echt dichtbij zijn, dan zegt hij dat. Oké. Nou, hij ziet steeds meer het belang van Europese samenwerking, heeft hij gezegd. In hoeverre is Nederland zich ook daadwerkelijk anders gaan opstellen in Europa? Onder zijn leiding? Niet. Althans, de begrotingsdiscussie was nou niet een toonbeeld van dat we Europeeser zijn geworden. Maar ik denk dat Rutte oprecht een Europeaan is en dat hij gelooft in Europese samenwerking, zelfs nog wel eentje die verder gaat dan alleen maar de economie. Maar dat kan hij niet zeggen. Want in Nederland is dat niet de toon waarmee je het electoraat raakt. En het is een patroon wat je ook in Brussel zat. Hij hield Europese speeches en er kwamen de verkiezingen aan. En dan stelde hij dezelfde vraag aan Rutte en dan zei hij, ja, maar voor mij is Nederland 1 en dan 2 en dan 3 en dan 4. 5 is misschien ergens komt een keer Europa. Toch zijn er weinig landen in Europa waar Europa zo populair is als in Nederland. Zeker. Hoe verklaar je dat dan? Dat zou toch een enorm selling point zijn als je daarmee de verkiezingen in gaat? Want meer dan 75% van de Nederlanders is voor de Europese Unie. Ja, degene die twee lijnen bij elkaar weet te krijgen, heeft kans om inderdaad het goed te doen. Maar het is mij nog steeds een raadsel hoe het kan. Die stemmen niet op de VVD. Nou, volgens mij wel, want het was van oorsprong een ondernemerspartij natuurlijk. En ondernemers zijn bij uitstek degene die baat hebben bij Europa. Zeker zoals Nederland Europa ziet, namelijk als een soort spaarvarken en een geldmachine. Dus ja, ik zou als spindokter eventueel bij de VVD willen adviseren, zet vol in op Europa. Volgens mij is, als je bijvoorbeeld kijkt naar de VVD-kiezer, die wil vooral dat Europa zorgt voor de grensoverschrijdende problemen aanpakt. Zoals ik net ook al zei, migratie, veiligheid, inderdaad die open grenzen, zodat we handel kunnen drijven met andere landen in de Europese Unie. Maar dat Europa zich niet met allerlei dingen gaat bemoeien waarvan we dat niet willen. Ja, u noemt die open grenzen, maar het is toch een VVD-Kamerlid wat onlangs weer het mini-Schengen-idee uit de kast haalde. Dus
Ja, dat is natuurlijk ook heel gek. Een Unie binnen de Unie weer als proefballon oplaten. Ja, kijk, het idee is dat dat zou echt een last resort zijn. Dus dat zou echt, als we weer helemaal overvallen zouden worden door zo'n crisis zoals we hebben, migratiecrisis zoals we hebben gezien in 2015, zou dat echt, zeg maar, de laatste drempel zijn. Maar het idee, en dat heeft dat Kamerlid ook gezegd, Bente Becker, is dat we eerst gaan proberen en echt alles erop inzetten dat we daar met juist binnen Europa met een nieuw Europees migratiebeleid komen. En dat we kijken naar hoe kunnen we zorgen dat de buitengrenzen goed bewaakt zijn. Dat juist de mensen die echt vluchten van oorlog, dat daar wel plek voor is. Dat die een veilig onderkomen kunnen krijgen. Op dit moment is er 2/3 van de mensen die asiel aanvraagt, heeft er eigenlijk geen recht op, omdat ze niet vluchten van een land. En om juist de voorzieningen wel zo goed te houden voor migranten die wel vluchten. Ja, u praat daar wel een beetje snel overheen, vind ik. Want als u zegt dat is het uiterste middel, maar dat is wel het middel waarmee je dus Italië en Griekenland volledig aan hun lot overlaat. En dat niet alleen. Het is een van de basispijlers van de Europese Unie. Als je aan Schengen komt, dan is het eigenlijk gedaan met de Europese Unie. Ja, het idee is, dat klopt. En het is de open grenzen, daar hebben we ook heel veel profijt van. Dus nogmaals, we moeten er juist voor zorgen dat we die grenzen zoveel mogelijk open kunnen houden. We hebben tijdens de coronacrisis ook gezien dat die grenzen opeens weer sloten. Dat was echt een soort paniekvoetbal. Dat moeten we niet willen. En daarom had de commissie ook Green Lanes opengesteld voor de producten. Zodat die nog van het ene naar de andere lidstaat konden. Dus dat voorstel van de mini-Schengen, ja, dat heeft de VVD gedaan. Dat doet de VVD in het verkiezingsprogramma. Maar dat zou echt een uiterst redmiddel zijn als we weer worden overvallen door zo'n crisis. En het is eigenlijk de juiste bedoeling dat dat niet gebeurt. Hoe mini is mini dan? Alleen Nederland? Of alleen Zuid-Holland, Noord-Holland? Nee. Amsterdam? Gaan we tolpoorten zetten? Nee. Wat dan wel? Nou ja, met de ons omringende landen waar we in ieder geval dus heel veel handel mee drijven. Dus dan kijken we naar de Benelux. Misschien Frankrijk, die zijn inmiddels ook echt wel heel fel als het gaat om migratieproblematiek. Door wat er in Nice is gebeurd natuurlijk een tijdje geleden. Duitsland zou daar ook bij kunnen horen. Nou, zijn we precies bij Schengen van 1986. De 6 landen die het ondertekend hebben. Nou ja, back to the future. Maar Stefan, Macron die is inderdaad na de aanslagen ook best voorstander. Maakt dit kans als Frankrijk zijn gewicht in de strijd gooit? Nou, in mijn optiek bestaat Schengen al niet meer sinds 2015, sinds de aanslagen in Parijs. De eerste reactie van François Hollande op de avond van de Bataclan-aanslagen was: we gooien nu de grenzen dicht. Heel snel hebben andere landen ook eigenlijk illegaal grenscontroles ingevoerd. Als je ging reizen in die tijd van Nederland naar Frankrijk, werd je soms 3 keer gecontroleerd. Door de Nederlandse marechaussee, door de Belgische politie en door de Franse douane. Terwijl het totaal illegaal is, ook al zijn er uitzonderingen. Maar je ziet ook nu met corona, heel veel landen hebben de grenzen gesloten, terwijl dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Dus de geest van Schengen is al lang dood. En als je echt Schengen nieuw leven wil inblazen, ook al is het een mini-Schengen, dan zou je eigenlijk gewoon keihard moeten verbieden dat er ooit nog grenscontroles komen, in ieder geval aan de binnengrenzen. Okay. Maar ja, er is geen enkele politicus die dat aandurft. Over mini-Schengen heb ik nog een vraag. Ook al voor jou, maar je mag hem ook zelf Nou ja, het staat nu in jullie verkiezingsprogramma, zei de VVD, maar ik heb nog even nagezocht. 5 jaar geleden heeft toenmalig fractievoorzitter Halbe Zijlstra, voordat die minister werd, nog even al gezegd van er moet een mini-Schengen mogelijkheid worden onderzocht. Dat was toen midden in de vorige migratiecrisis. En daar gaan we medestanders voor zoeken. Nou, het is nu 5 jaar later, ze doen eigenlijk exact hetzelfde voorstel, maar ze hebben ondertussen geen medestanders gezocht. Dus het voelt voor mij ook een beetje gratuit om dat dan te zeggen. Weer vlak voor verkiezingen opnieuw. Ja. Over die grenzen gesproken. Corona doorbrak een belangrijk Brussels taboe. Het sluiten, Stefan noemde het al, van die interne grenzen. Landen gingen deels op slot om het virus buiten de deur te houden. En al die verschillende maatregelen die leverden soms echt bizarre situaties op. Kijk even mee. Wat is het verschil eigenlijk tussen Baarle-Hertog dan en Baarle-Nassau? Nu in de coronatijd. Ja? Bijvoorbeeld de niet-voedingswinkels zijn in Baarle-Nassau nog open. De Kruidvat, de Blokker, die zijn gewoon open. En mensen van Baarle-Hertog mogen daar niet binnen. Die moeten zich houden aan de Belgische regels. Het is dus echt super absurd. Dat is de grens die door de winkel loopt. Die kant is open, want dat is Nederland. Deze kant is dicht, want dat is België. U bent juist gaan inkopen doen. Ik moest onderhoud hebben. Er zit in het Belgische gedeelte, dus dan mogen we niet komen.
Ja, dan zit je dan. Lise Schrijnemacher, ja. Als u dit zo ziet, wat denkt u dan? Ja, die grenzen sluiten zeg maar op deze manier, dat is natuurlijk niet effectief. En ik ben ook blij dat we daar al snel in het Europees Parlement en ook de regeringsleiders hebben gezegd, dat moeten we echt niet meer willen. Nee, maar het toont wel de kwetsbaarheid aan. Ja. Dus komt die grenzeloosheid weer helemaal terug? Of is er bij een volgende crisis, komen we dit dan weer tegen? Nou ja, ik denk dat we nu allemaal wel hebben gezien dat dat in ieder geval de minst wenselijke optie is, om het maar zo te zeggen. En we met elkaar hebben afgesproken van dat we veel beter gaan coördineren ook binnen Europa. Hè? Dat je bijvoorbeeld ook kijkt van, nou ja, elk land had op een gegeven moment zijn eigen kleurcodes. En sommigen moesten, ik moest dan 10 dagen in quarantaine in Nederland als ik uit Brussel kwam. Maar je mocht wel vanuit Brussel naar Nederland als het binnen 48 uur had. Allemaal regels. En, is dat nu allemaal uniform dan? Want wat jij al zei, de 1,5 meter hier is 1 meter ergens anders. De quarantaineregels die zijn natuurlijk nog steeds, die zijn binnen Nederland al onbegrijpelijk. Maar binnen Europa zijn er nog zoveel verschillen. Er zijn nog steeds verschillen, maar er wordt in ieder geval wel gewerkt om dat zoveel mogelijk minder te maken en op één niveau te brengen. En wie stuurt dat dan aan? Zijn dat de leiders, de nationale leiders die dan vragen? Of nee, is het dat moet vanuit commissie gebeuren. Ja. Dus eigenlijk als het aan de leiders ligt, zeggen ze van nou, we regelen het wel zoals wij het. Die zeggen dan tegen de commissie, hoe gaan we dat doen en leg maar een plan neer. Ja. Ja. Houdt u van wintersport? Ik heb deze zomer voor het eerst mijn eerste skiles gehad. Oké. Het ziet er niet naar uit dat u op wintersport kunt. Nee. Of u moet naar Oostenrijk en dan dezelfde dag weer terug. Ja, dat zou eventueel kunnen, maar ik denk dat we hebben al veel gehoord over de maatregelen. En één daarvan is, maak alleen maar essentiële reizen, dus geen niet-essentiële reizen. En dat lijkt me 1 dag naar in Oostenrijk om van de piste af te gaan, lijkt me niet essentieel. Nee, maar die hele discussie rond de wintersport toont ook weer aan al die strubbelingen nog steeds op de interne markt. Arjan, dan wordt er gekeken naar Brussel, van kom nou met een oplossing, hè? Is dat iets waar Brussel zich volgens jou mee moet bezighouden? Nou, ik geloof niet dat dit nou de grote, eerlijk gezegd, de grote problemen zijn. Of het nou 1 meter of 1,5 meter of 2 meter is in verschillende landen. En of je nou mag skiën in welke landen dan ook. Ik zou zeggen, laat Europa ook een beetje ingewikkeld zijn. Daar krijgen we met z'n allen ook helemaal niks van. Er zijn ook al, wat Stefan aan het begin van de uitzending, zijn ook gewoon grote culturele verschillen tussen landen. En die hoeven volgens mij niet weg te poetsen. Hebben we misschien al net iets te lang geprobeerd, waardoor we nu, nou ja, als je allemaal op elkaar wil gaan lijken, krijg je ook ruzie met elkaar. Je kunt elkaar ook net iets meer in de waarde laten. En ik ben ook helemaal niet zo negatief over Schengen. Ja, dat je in paniek even die grenzen dichtgooit als er een vluchtelingenstroom op gang komt. Ja, wat je daar ook van vindt, dat is niet, denk ik, gelijk het einde van Schengen. Nog los van het feit dat het vooral de grens bij Macedonië was die uiteindelijk echt hielp. En dat is niet eens eigenlijk een Schengengrens. In die zin, of in ieder geval niet tussen 2 Schengenlanden. Maar het raakt wel aan de kern van de Europese Unie en dat gebeurt zo makkelijk. Nou, ik denk niet dat het heel makkelijk gebeurde. En het gebeurde in een crisissituatie. Maar ik denk dat als je naar de afgelopen zomer kijkt, alweer kon je toch gewoon met je spullen en zelf vrij reizen door Europa. En we zijn natuurlijk heel erg goed in, als het om de Europese politiek gaat, om precies te benadrukken wat er niet werkt. Europa is natuurlijk een soort machine die problemen moet oplossen, die de lidstaten onderling niet opgelost krijgen. Dus het allerlelijkste, alleringewikkeldste politiek komt uiteindelijk in Brussel terecht. En die vinden daar dan een ongelooflijk lelijke oplossing voor, waar iedereen dan een soort van mee verder kan. Dat is denk ik de kracht van Brussel. Want dan ga je geen oorlog of ruzie maken, maar dan ga je een soort van door. Ja, probeer zo'n lelijk compromis dan maar eens thuis uit te leggen als dit is slimme politiek waar we allemaal beter van worden. Dat is natuurlijk, maar we kunnen ons ook accepteren dat het gewoon een beetje zo werkt. Ik heb in België gewoond natuurlijk als correspondent. Daar accepteren ze dat het ingewikkeld is, een land. En zij accepteren daar ook veel meer mee dat Europa ingewikkeld is. Ze doen er allemaal niet zo moeilijk over zoals wij. Het is ingewikkeld, dat is ook oké. Laatste woord, Lise Schrijnemacher. Als u dit zo hoort, u denkt er helemaal anders over. Dat zie ik aan uw blik. Ja. Nou ja, kijk, we hebben met Europa ook wel hele goede dingen gedaan. We zijn nu bezig met het ontwikkelen van vaccins, samen inkopen van vaccins. Er zijn Europese standaarden vrijgegeven door de commissie, waardoor in verschillende Europese lidstaten 3D-printers bepaalde beademingsapparatuur geprint kon worden waar die nodig was. Dus ja, ik ben nou ook weer niet zo cynisch dat we er helemaal een puin op maken in Europa. Ik vind dat dingen goed werken. Het is ook goed om een VVD'er te horen zeggen,
zeggen dat ze voor meer Europa is. Ja. Maar ik vind het ook niet zo erg dat op de momenten dat het fout gaat en dat het schuurt, dat dat ook oké is. En dat je dat ook laat gebeuren in plaats van dat je dan zegt, ja, maar nu willen wij winnen of nu vinden we Europa stom of dat andere land stom. Maar je gewoon zegt, het is ingewikkeld en dat is ook oké. En dingen duren lang, met lange vergaderingen diep in de nacht en dat is ook oké. Dankjewel. Arjan Noorlander en Liesje Schrijnemacher. Neem jullie drankje mee. We gaan heel snel de desk schoonmaken voor onze volgende gast. Het is tijd voor een onderwerp dat hoog op de Europese agenda stond dit jaar. Het klimaat. Maar in hoeverre hebben de klimaatambities te lijden gehad onder corona? Dat gaan we vragen aan Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks. Welkom. Goedenavond. Ja, Bas, welkom. Een Green Deal, de verkiezing van Joe Biden, veel minder vliegtuigen en ook nog een prachtige nazomer. Was 2020 een goed jaar voor het klimaat? Nee, uiteindelijk niet. Kijk, volgens mij is wel het thema klimaat nog meer in stand gebleven dan we allemaal dachten. Kijk, in maart, toen die coronacrisis ons allemaal raakte, had ik en ik denk heel veel mensen het gevoel, nou, daar gaat de aandacht voor klimaat. Hè. De Green Deal, Frans Timmermans stond helemaal centraal en ineens was die weg. Dus het leek echt een negatief effect te hebben. Maar als je dan vervolgens zag, dat het thema is eigenlijk nooit helemaal weggegaan. Dus in die zin is toch het debat rondom corona in samenwerking, hè, met investeren, is toch ook dat klimaatdebat er wel gebleven. Alleen het heeft gewoon vertraging opgelopen. Dus het is niet een rampjaar voor klimaat. Maar om nou te zeggen, nou, 2020 was heel goed omdat er wat minder gevlogen werd dan in april. Nee, dat gaan we toch ook weer te ver. Ja. Maar, je zegt het al, een groot deel van dat corona-herstelfonds, de investeringen daaruit, dat moeten groene investeringen zijn. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen, een geluk bij een ongeluk. Ja, nou, voor de eerste keer wordt er nu een keer echt serieus ook door de regeringsleiders. Hè, die juli-top die we daar, waar we wat elementen van zagen. Wat interessant is dat de regeringsleiders ook toen hebben afgesproken, 30% van eigenlijk al het EU-geld, dus niet alleen het coronaherstelfonds, maar ook nog eens de meerjarenbegroting, dat moet naar klimaat. Nou, dat is, dat, nou, goed, toen stond ik wel te juichen op zich, was een kort moment. Maar vervolgens is dan wel weer de vraag, en dat is het wel heel vaak bij Brussel, oké, dat is 30%, maar wat bedoelen we daar nou precies mee? Want je kan heel makkelijk op papier iets aan klimaat geven. Bijvoorbeeld Europa rekent heel vaak het landbouwsubsidies mee als klimaatinvesteringen. Nou, daar zou ik dan toch wat preciezer in willen zijn. Dus de discussie hoe we die 30% gaan invullen, die moet nog gebeuren. Dus ja, prima 30%, maar hoe? Volgend debat. Het houdt nooit op. U heeft ook een fragment meegenomen. Een fragment, ja, uit uw jaar. VN-baas Antonio Guterres roept overheden op om de crisis aan te grijpen, om ook echt te kiezen voor het klimaat. We kijken. As governments mobilize trillions of dollars to recover from COVID-19 pandemic, their decisions will have climate consequences for decades. These choices can either propel climate action forward or set us back years, which science says we cannot afford. This is why I've urged governments to take 6 climate-positive actions to recover better from the pandemic. Invest in green jobs, do not bail out polluting industries, end fossil fuel subsidies, take climate risks into account in our financial and policy decisions, work together, and most important, leave no one behind. Yeah. Dat is het belangrijkste punt. Nou, dit klinkt eigenlijk als een GroenLinks verkiezingsprogramma bijna. Nee, maar dat is wel interessant dat het de VN-baas is die in die tijden van corona, waarin iedereen dacht, ja, nu gaan we het minder over klimaat hebben, dat hij juist zegt van laten we nou deze hele discussie over die herstelfondsen juist gebruiken om, nou, eigenlijk ons minder afhankelijk van die fossiele industrie te maken. En als ik dat zeg, dan zal elke journalist zeggen, oh ja, dat is GroenLinks, een beetje saai. Maar nu zie je dus dat de baas van de VN dit zegt. En dat, ja, dat laat wel zien dat het debat wezenlijk veranderd is. Ja, Guterres zegt, laat niemand in de steek. Ja. Eén iemand die ons in de steek heeft gelaten zijn natuurlijk de Verenigde Staten. Die komen nu, als het goed is, weer terug bij de Parijse akkoorden, ja, aan tafel. Wat doet u meer vreugd? Dat Amerika weer terugkomt of de Europese Green Deal?
Uiteindelijk de Green Deal, omdat dat hopelijk een agenda is die er heel lang zal zijn en die echt die hele economie gaat veranderen. En we moeten nog echt afwachten wat Joe Biden natuurlijk gaat doen. Ik bedoel, we zetten hem af ten opzichte van Trump. Ja. Ja, dan lijkt het heel snel een verbetering, om heel eerlijk te zijn, zeker op klimaatgebied. Maar we zien ook dat Biden, die zit straks met een senaat die waarschijnlijk verdeeld is. Hè, hangt een beetje af wat er in januari gebeurt. Maar het is toch maar heel onduidelijk wat Biden echt in Amerika kan gaan doen. Dus ja, heel goed, terug in het Parijsakkoord, hè, Amerika. Maar het precieze beleid dat hij nog moet gaan uitstippelen... Ja, dat land blijft tot op het bot verdeeld. Dus... Maar hij heeft wel al John Kerry... nog niet benoemd, maar wel aangewezen, dit wordt mijn klimaatgezant. Wat zegt dat? Dat hij daar echt iemand opzet? Nou, dat zegt vooral dat hij internationaal echt weer wil uitstralen. De Verenigde Staten zijn terug. We hebben ons 4 jaar lang, hebben natuurlijk veel in Amerika ook zich geschaamd voor hoe Trump zich internationaal positioneerde. Door juist met zo'n hele ervaren John Kerry, die ook nog 5 jaar geleden zelf met het kind op de schoot het Parijsakkoord heeft ondertekend. Ja, hiermee wil Biden laten zien, we zijn terug. En we zijn terug eigenlijk met die diplomatieke kracht die ook aan de basis heeft gestaan van het Parijsakkoord. Maar vooral een symbolische benoeming. Het is heel symbolisch, maar het is ook wel heel duidelijk weer, je wil internationaal weer meedoen. En dat is natuurlijk heel goed, want daar komt de druk op landen als China, India, wat gaan jullie doen? Maar hoeveel zegt dat? Want Amerika was net zo makkelijk ook weer weg, hè, eruit gestapt onder Trump. Dat kan dus een volgende keer weer gebeuren. Als Amerika met de politieke wind meewaait. Nou ja, maar daarom dat ik ook zei van we moeten nog kijken wat hij echt binnenlands voor elkaar krijgt. Ik denk dus dat ook met John Kerry is het vooral een signaal naar de rest van de wereld. Maar wat Amerika zelf nu voor elkaar kan gaan krijgen, ja, dat moeten we nog maar gaan zien. Wel daarbij aangetekend dat ook de economie in Amerika is natuurlijk aan het veranderen, ook met of zonder Trump. Trump beloofde 4 jaar geleden, ik ga de kolenindustrie redden, want de mensen in Pennsylvania, die hebben voor mij gekozen. Ja, het aantal kolenmijnen is nog steeds dichtgegaan in Amerika. De economie van energie is zo veranderd dat in die zin wie daar president in Washington is, er echt minder toe doet. Ja, we moeten nog maar kijken wat Amerika gaat doen, zegt u. Maar als we die Green Deal horen van Europa, moeten we ook nog maar kijken wat dat gaat opleveren. Het zijn grote ambities. Maar hoe zit het concreet nu? Ja, kijk, dit was een jaar van grote beloftes. En, maar die Green Deal is al een jaar geleden is die gepresenteerd. Ja, maar in Europese politiek is dat echt niets. Dat is een seconde. Nee, maar het klopt wel. En daar word ik zelf ook wat ongeduldig. Hè. Deze commissie heeft 5 jaar. En we hebben nu 1 jaar gehad. En eigenlijk zitten we nog steeds in het stadium van beloftes van de Green Deal. We hopen dat in ieder geval op het klimaatgebied nog deze week op diezelfde EU-top waar we het over hebben gehad, dat daar in ieder geval het 2030 klimaatdoel verhoogd wordt. En dan kan er een hele trits wetgeving volgend jaar komen. En dan... Ja, kijk, de kracht van Europa zit in wetgeving. Die zit niet zo in het grote gebaar. Dat zit hem echt in de concrete wetgeving. En dat moet volgend jaar dan gaan gebeuren. Ja. U heeft in een eerder interview gezegd, we overschatten hoeveel geld de EU kan uitgeven. Kan Brussel echt de leiding nemen? Of blijft het bij aanjagen en motiveren? Kijk... Wat ik altijd interessant eigenlijk in die discussie net ook, hè, wat we horen over Europa en wat we nou wel of niet kunnen doen. Het toont vooral aan, Europa is niet die superstaat dat soms wel eens wordt geclaimd, hè, in een met name verkiezingsdebat als het weer over Europa gaat, dan valt de term superstaat nogal veel. Europa is geen superstaat, nog politiek, nog financieel. Dat 750 miljard corona herstelfonds, als je gaat kijken naar die eerste paar maanden qua staatssteun dat gegeven werd door landen, aan bedrijven, dat was in die paar maanden tijd 2000 miljard. 2000 miljard. En dit corona-herstelfonds is 750 voor 3 jaar. Dus daar hebben we het over. En terecht, en dat moet goed uitgegeven worden. Maar wat ondertussen landen qua staatssteun uitgeven, ja, daar zouden we eigenlijk ook nog eens heel kritisch naar moeten kijken om ervoor te zorgen dat die Green Deal op al die fronten goed beweegt. Ja, dan wordt die begroting ook nog met allemaal groene plannen tegengehouden door Polen en Hongarije. Ja. Misschien niet helemaal om de juiste reden, maar het is daardoor wel moeilijker om geld te vinden om al die plannen uit te voeren. Hoe schadelijk is dat voor de groene ambities van Frans Timmermans?
Ja, uiteindelijk wel schadelijk. Kijk, we moeten even afwachten hoe dit afloopt. Hè? Dit kan ook wel weer een typisch Europese crisis zijn die ergens zaterdagochtend om 9 uur toch weer opgelost wordt. Maar het klopt, ook de klimaatambities die kunnen vertraging oplopen, omdat heel veel in dat budget en zeker in dat coronaherstelfonds bedoeld was voor die groene investering in die Green Deal. Ja, als dat vast komt te zitten, dan hebben we straks een Green Deal zonder een investeringsagenda. Ja, toen Roosevelt in de jaren 30 het over de New Deal had, deed hij dat ook niet zonder investeringen. Nee, Timmermans heeft ook al gezegd in Polen tegen die gebieden, die mijngebieden. Ik ga er alles aan doen om te voorkomen dat het hier zo gaat als in Noord-Engeland of Limburg, waar hij zelf vandaan komt. Hoe kan hij die belofte nakomen als hij niet genoeg geld bij elkaar weten scharrelen? Nou ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje het drukmiddel dat we met name op Polen hebben. Daarom dat iedereen in Brussel eigenlijk nu ziet dat Polen al wat meer aan het schuiven is dan Hongarije. Hè, het was ook niet zo heel verstandig volgens mij van Polen dat ze zeiden, wij zijn met Hongarije gaan wij samen de handen vasthouden, no matter what. Iedereen weet, kijk, Polen heeft dat geld echt nodig, meer dan Orbán. En in die zin ziet men ook wel in dat Polen eigenlijk al een beetje aan het schuiven is. En het grote probleem is Hongarije en Orbán, die er echt een politiek punt van wil maken op die rechtsstaat. De Polen weten dat uiteindelijk in dat herstelfonds, in die nieuwe meerjarenbegroting, waar ook inderdaad dat just transition zit, dus een eerlijke transitie juist voor dat soort regio's, dat zit in die nieuwe begroting. Dus als Polen dat blokkeert, Schieten ze zichzelf in de voet. Ja. Dat weten ze ook wel. Maar is er echt draagvlak? Want 2 jaar geleden was de milieutop in Krakau. Katowice. En een stad waar in de stad zelf nog mijnen zijn. Op een plein zoals bijvoorbeeld de Coolsingel of de Dam in Amsterdam staan gewoon mijnen. Daar was u ook, geloof ik. Ik ben nog steeds mijn neus aan het schoonmaken. Ja, inderdaad. Ik was al als journalist. Ja. En daar zijn die mensen heel trots dat ze in de mijnen werken. Want ze verdienen daar goed. Generaties lang. Het is ook een relatief rijke regio. Is dat zomaar... Ja, daar kun je toch niet zeggen, ga nu maar je mijnen sluiten? Nou, weet je, ook in Polen hebben ze echt problemen. En gedeeltelijk is het een culturele trots, waar je dus heel erg goed over na moet denken. Ik denk dat het een beetje aansluit op wat Arjan Noorlander net ook zei. Daar moet je dus niet als een West-Europeaan in gaan. Wat zijn jullie voor gekken om nog in zo'n mijn te gaan? Het is gewoon echt hun culturele trots. Maar tegelijkertijd zie je thema's als luchtkwaliteit steeds hoger op de agenda komen. In die steden is er echt grote problemen mee. De nieuwe generatie wil niet echt die mijnen meer in. Dus dat hele culturele is ook een generatiekloof die er ook in Polen is, net zoals in elk land ongeveer. Dus in die zin zie je ook het debat in Polen wel degelijk schuiven. En nu zelfs deze zeer conservatieve regering heeft nu over een kolenuitfasering. Nou, dat was 5 jaar geleden ondenkbaar. Moeten we het nog hebben over het precieze tijdstip daarvan? Maar het is heel moeilijk natuurlijk als je als in deze gebieden, economische monocultuur, als je daar opeens die transitie moet maken, wat ga je dan doen? Nee, maar daarom zal het ook niet opeens zijn. Dit is een traject van jaren. En als Europa het dus slim doet, en daarom is het ook slim dat de commissie met dat Just Transition Fonds is gekomen, om te laten zien van ja, we willen echt naar een nieuwe economie, maar voor een aantal regio's betekent dat echt een hele grote omslag. En daar moeten wij als Europa ook bij helpen. En daar sluit dus weer bij aan. Eigenlijk is dat toch een thema, wat Arjan Noorlander eerder ook al zei. Ja, als je die landen echt wil helpen, zul je er ook geld voor over moeten hebben. Dat linksom of rechtsom, daar zal toch veel ook aan liggen. En ja, dat heeft de Nederlandse regering nog niet altijd door, denk ik. Nee, u heeft ook gezegd in een eerder interview, we moeten af van het idee dat die groene transitie geld kost. Het is een investering. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de gele hesjesbeweging in Frankrijk, die voelde direct de pijn van de verhoogde dieselaccijns. En zij hebben geen boodschap aan een toekomstige beloning die ook nog eens heel onzeker is. Hoe kijkt u daarnaar en hoe kijk jij daarnaar, Stefan? Ja, nou, de gele hesjes is natuurlijk een van de grootste crisis waar Macron mee te maken heeft gehad. Hij was gekozen op onder andere ook een milieuprogramma. Dus je zou zeggen, hij heeft een meerderheid. Maar toen bleek ineens dat grote groepen die het toch al moeilijk hebben in Frankrijk ineens extra hard gepakt werden omdat ze meer belasting moesten betalen op diesel. Terwijl, je moet je voorstellen, Frankrijk is een heel ander land dan Nederland geografisch gezien. Je hebt daar soms, moet je 30 kilometer rijden voor een supermarkt. En
Diesel is heel erg zwaar gesubsidieerd in Frankrijk. Dat is nu ongeveer gelijk met benzine, maar het was echt tot 3-4 jaar geleden de helft. Dus heel veel mensen hebben een dieselauto. Die hebben ze echt nodig voor hun bestaan, want er is niks in de omgeving. En ineens hadden zij het idee, ja, wij moeten de rekening gaan betalen voor de juppen uit Parijs. En dat is een van de redenen waarom de gele hesjesbeweging is ontstaan. Maar ja, uiteindelijk kan je niet spreken van één beweging, want als je 10 verschillende mensen spreekt uit die beweging, dan heb je 10 verschillende verkiezingsprogramma's. Ze zeggen ook hele tegenstrijdige dingen. Dus, maar dat was wel de trigger, die tax op diesel. En ja, Macron heeft daar nog steeds geen antwoord op gevonden. Hij heeft uiteindelijk toegegeven en die tax komt er dus niet. Maar waar de pijn zit, zit er vooral in als mensen het gevoel hebben dat het oneerlijk is. Hè, dat zij relatief zwaar worden aangeslagen terwijl ze het gevoel hebben dat het bedrijfsleven niet hoeft te betalen. Of een van de eerste maatregelen die Macron nam was natuurlijk het belasting voor de miljonairs verlagen weer. Is niet groot in de miljoenen, maar symbolisch werd het daarmee wel gezien van Macron is er voor de rijken. En dan zijn eerste milieumaatregel is diesel voor de arbeider verhogen. Ja, als je dat als enige doet, ja, dan krijg je verzet. Dus het is niet per se het verzet tegen groene maatregelen, maar het is een verzet tegen het gevoel dat het oneerlijk wordt gedaan. En dat is, nou ja, goed, je staat tegenover een groen-linkser, dat wij ook zeggen dat je groen en links moet combineren. Dat best wel goede naam eigenlijk. En dat heeft Macron echt niet goed gedaan. Nog tot slot even terug naar Amerika. We hadden het over de verkiezing van Biden. Hoe moet Europa daar nou munt uitslaan? Nou, volgens mij moeten we nu heel snel met Biden gaan kijken hoe wij volgend jaar meteen al eigenlijk het momentum voor verhoogde klimaatambities, want volgend jaar, eind volgend jaar, staat er alweer een hele grote klimaattop op de rails, Glasgow, om dus ervoor te zorgen dat en Amerika en Europa met meer klimaatambities naar Parijs gaan, naar Glasgow gaan, zodat ook andere landen die druk voelen. En er moet natuurlijk ook echt gekeken gaan worden naar hoe. Er was nog eens vroeger een discussie over een handelsverdrag tussen Verenigde Staten en Europa. TTIP. Nou, dat is voorlopig echt even dood. Maar we hebben nu wel een keer een kans om echt goed te gaan nadenken over een handelsverdrag voor de 21ste eeuw. Waarbij we sociale en duurzame normen, dat je een race to the top krijgt in plaats van wat we nu nog steeds te veel zien in handelsverdragen, een race to the bottom. Na een Green Deal voel ik een Green TTIP aankomen. Ja, dan zou ik die term niet gaan gebruiken. Dan denk ik dat die al dead on arrival is. Maar er is een kans. Misschien kan Europa eerst oefenen met Nieuw-Zeeland. Daar zijn we al in onderhandelingen. Misschien is het wat makkelijker om daar iets echt progressief te bouwen. Maar uiteindelijk, ja, de handelsverdragen moeten ook een keer de 21ste eeuw inkomen. Misschien dat we hier een start kunnen maken. Hartelijk dank. Bas Eickhout, Europarlementariër namens GroenLinks. Graag gedaan. Dan, tot slot, de Brexit. Het economische dossier dat zich blijft voortslepen, maar op 31 december, dan is het toch echt zover. Dan is er een deal, of niet. Want het is toch Brexit en er wordt toch altijd weer een uitweg gevonden. Vanuit Londen is bij ons Lia van Beckhoven, correspondent voor onder andere BNR Nieuwsradio en de VRT. Lia, welkom. Goedenavond, welkom. De deadline die nadert nu heel snel. Ik weet niet hoe vaak ik alweer heb gehoord dat het nu echt cruciale dagen zijn. Er wordt nog steeds onderhandeld, maar we hoeven het niet meer over de visserij te hebben. Wat zijn de laatste ontwikkelingen? Nou, de laatste ontwikkelingen zijn dat het niet alleen gaat over de visserij, maar er zijn nog steeds een paar andere knelpunten. En die zullen ook wel voorlopig, denk ik, zo blijven. Ik zal je besparen wat de ontwikkelingen zijn, want die zijn ook voor eenvoudige correspondenten als ik zeker niet bij te benen. Je kunt, kort door de bocht, kun je een landingszone zien voor het hele Brexit-akkoord. Maar hoewel 80% ongeveer vanaf oktober al klaar is en 90% van het ontwerpakkoord ook al gereed ligt, heel veel vierkante haakjes nog, zijn de grote problemen, afgezien van de visserij, een politiek punt, is het inderdaad dat level playing field, hè, dat eerlijke speelveld, wat te maken heeft met eerlijke concurrentie. Met andere woorden, de Europese Unie kan niet toezien hoe een markt op zijn drempel als de Britse via oneigenlijke methoden gaat proberen onder die markt te komen. De Britten zeggen, tot op zekere hoogte kunnen wij je daarin vinden. Maar
als de Europese Unie de komende jaren wetten gaat aanscherpen, afspraken gaat aanpassen, in de toekomst dus, dan haken wij af. Dan willen wij onze eigen weg blijven gaan. We zijn niet voor niets een soevereine staat en hebben daar 4,5 jaar geleden niet voor niets voor gestemd. Dat is toch een heel heikel punt. En dan heb je het ook nog over het andere, het derde punt. Het is over de staatssubsidie. Welke bedrijven gaat de overheid steunen in de Europese Unielanden? En gaan de Britten met eenzelfde soort niveau akkoord? Wat denk jij, want dit is een beproefde tactiek van Johnson om het op de spits te drijven. Denk je dat hij op het allerlaatste moment eieren voor zijn geld gaat kiezen? Of denk je dat we nou in januari hier nog steeds over praten? Weet je, ik denk dat we de komende jaren er nog steeds over praten. En dat is ook de grootste frustratie van de Britten. Kijk, wat ik zo fascinerend vind, zijn niet specifiek die punten die ik nou net noemde. Ik bedoel, dat gaat al jaren zo door. Maanden. Zeker vanaf oktober wordt over niks anders gesproken dan vooral deze drie punten. Wat ik zo interessant vind is dat ze door ons besproken worden, dat ze in de Europese pers besproken worden, maar niet in de Britse. De Britse parlement heeft het niet over bijvoorbeeld wat voor Brexit we gaan krijgen. Er wordt niet gesproken over de komende ontwrichting die absoluut gaat gebeuren, waar niemand is op voorbereid. Er wordt niet gesproken over welke concessies kan het Verenigd Koninkrijk doen. Hoeveel visquota's zijn wij bereid af te staan? Hoe ver? Welke vismijlen vinden wij? Kunnen we daarover onderhandelen? Wat betreft het Europese milieubeleid, welke Europese richtlijnen zijn voor ons acceptabel? Wordt niet over gepraat. Het is echt zij en wij. Wij als Britten tegen de Europese Unie, die maar niet wil begrijpen dat wij Groot-Brittannië soeverein is. Dat is het probleem. Met als onderliggende gedachte, en dan kom ik terug op Boris Johnson direct, wij hebben de Europese Unie niet nodig. Wij hebben er eerder voor gestaan, denk 1940, 1945, in de fantasierijke Britse geschiedschrijving, hebben namelijk de Britten de oorlog gewonnen. Ik bedoel, Amerikanen hebben niet eens een speaking part. Hè? Dus Boris Johnson, die zich heel graag in de Britse vlag wikkelt. Boris Johnson, die een mooie biografie schreef over zijn held Winston Churchill. Voor Boris Johnson gaat het heel moeilijk worden om concessie te doen. Want hij kiest liever voor een pure Brexit. En dat is geen pragmatische Brexit. Dat is de Brexit van no deal. Ja, nou is de Europese Unie een van de hete hangijzers natuurlijk. Maar ook corona heeft heel hard toegeslagen in het Verenigd Koninkrijk. Wat houdt de Britten op dit moment meer bezig? Corona of de Brexit? Dat is een makkie, Stefan. Dat is natuurlijk corona. De Britten, nogmaals, de Britten zijn BOBS, B-O-B, Board of Brexit. De Britten die hebben er al 4,5 jaar over niets anders dan Brexit. De Britten, aren't we all, Lia? Nou, ik blijf het fascinerend vinden, maar oké. Je bent misschien een uitzondering. Maar de meeste Britten zeggen van, maar dat hebben we toch al besloten? Wij hebben daar in 2016 over gestemd. Ik bedoel, Brexit is toch al klaar, afgelopen. En dat bedoel ik. Die hele discussie ging alleen maar, en dat is ook de reden waarom het niet besproken wordt nu, dat was alleen maar een feitenvrije fantasie. De Britten werd gezegd, je stemt voor Brexit, je gaat er alleen maar op vooruit. De Europese Unie heeft ons harder nodig dan wij de EU. Er komt geen ontwrichting. Wij blijven onze goederen kunnen landen aan de andere kant van het kanaal. Je gaat er alleen maar op vooruit. Plus, we kunnen overeenkomsten, handelsdeals sluiten met wie wij willen. Kijk, dat was het verhaal. Vandaar dat het nu erg moeilijk is, om nu je echt tegen die realiteit aan zit van over 6, 27 dagen stappen we eruit, dat het zo moeilijk is om de confrontatie aan te gaan met wat er echt gaat gebeuren. Dat is een van de redenen waarom er in de Britse politiek niet over gesproken wordt. Nee, maar de realiteit is ook dat de vooruitzichten voor de Britse economie heel somber zijn. Mede ook door dat zegt corona. Engelse bank. Ja, ja. Wat zegt Engelse bank? Wat staat de Britten te wachten? Jij zegt, de Britten gaan een lastige economische toekomst tegemoet. Met of zonder deal. En als ze inderdaad gaan voor een deal. Die deal is zo ontzettend dun, zo mager. Dunner, zei iemand, als een loetje wc-papier. Het stelt heel erg weinig voor. Dus ze gaan een harde Brexit tegemoet. En dat betekent, nou, wat ze kunnen verwachten is op de eerste plaats een hele duidelijke fysieke ontwrichting aan de havens. Hè, waar iedere dag, zoals je waarschijnlijk weet, komen er 10.000 vrachtwagens binnen via Calais in Dover.
in Kent, in het zuidoosten van Engeland, die hebben geen plek om te staan. Die moeten nu hun goederen laten controleren door de Britse douane. 50.000 extra douanebeambten zouden daarvoor moeten zijn opgeleid. Is niet gebeurd. Ze moeten papieren bij zich hebben. De software daarvan ontbreekt. Dus dat betekent, lang verhaal kort, dat je hele, hele lange rijen gaat krijgen van vrachtwagenchauffeurs die soms 2 dagen moeten wachten op plekken die daar niet voor gebouwd zijn. Kent, vanwege zijn boomgaarden, zijn fruitboomgaarden, staat bekend in Engeland en wordt ook zo aangeprezen bij toeristen als de tuin van Engeland. Volgens sommigen is het al hard bezig de wc van Engeland te worden, omdat dus die faciliteiten voor de vrachtwagenchauffeurs er niet zijn. Het betekent een tekort aan medicijnen. Volgens de Britse overheidscijfers tussen de 40% en 70% van medicijnen die zullen de eerste weken niet over kunnen komen. Dus daar kun je op wachten. Het betekent een zekere schaarste aan goederen, dus lege schappen in de supermarkten. Het betekent zeker een verhoging aan prijzen. Dit is allemaal met een deal. Een verhoging in prijzen. Op de langere termijn zie je dat de Britse economie krimpt. Zonder deal met 6% komt er een klein deal dan met 2%. Dat betekent faillissementen, betekent werkloosheid. Ja. Tuurlijk, de Britten gaan er zeker wat van merken. Wat ga jij doen op 1 januari, Lia? Ga je stroopwafels smokkelen of ga je kijken naar de vrachtwagens in de rijen bij Dover? Of heb je andere plannen? Wij hebben hier een HEMA, Stefan. Dus ik hoef geen stroopwafels te smokkelen. Maar die moeten die ook worden geïmporteerd. Of worden die daar gemaakt? Ik ben hier een van de eerste te zijn die inderdaad... ik heb tegen die tijd 2 paspoorten. Een Brits en een Nederlands paspoort. Dus ik ga kijken welke rij de kost is. Dankjewel, Lia van Beckhoven. In Londen. Tot slot, Stefan. We begonnen deze eindejaarsshow met de vraag... heeft de pandemie de Europese politiek voorgoed veranderd? Nou, welke conclusie trek jij nu we iedereen zo gehoord hebben? Ja, ik denk dat er natuurlijk is er iets veranderd. Maar wat er precies veranderd is, dat is nog niet duidelijk. De tegenstellingen zijn groter geworden. Ik denk dat de rijke landen nog rijker gaan worden na deze crisis. En de arme landen nog armer, dus dat op zich is slecht nieuws. Het gat wordt groter tussen Noord en Zuid. Maar tegelijkertijd is er misschien ook het besef dat we toch echt veel meer moeten samenwerken. En dat we in ons eentje niet de wereld aan kunnen. Nederland heeft 17, 18 miljoen inwoners. In China heb je steden van 35, 40 miljoen inwoners. Ja, dan kom je niet zo ver natuurlijk. Dus misschien dat dit jaar heeft geleerd dat we uiteindelijk samen toch sterker zijn. Het klinkt een beetje pathetisch. Het is een mooie eindejaar. Het is een mooi einde, ook. Precies. Maar laten we dat hopen. En we hebben vooral teruggeblikt. Dat hoort nou eenmaal zo bij zo'n eindejaarsshow. Ik wil ook even met je vooruitkijken. Waar kijk jij nou naar uit als je denkt aan 2021 en de Europese politiek? Nou ja, uiteindelijk, zoals iedereen, naar het Eurovisie Songfestival natuurlijk, dat dit jaar wel doorgaat. Maar misschien nog wel meer naar de Duitse verkiezingen natuurlijk. Ik zou heel blij zijn als de media en de mensen ongeveer 10% van de tijd die ze hebben besteed aan de Amerikaanse verkiezingen dit jaar zouden besteden aan de Duitse verkiezingen. Want natuurlijk, ja, de opvolger van Angela Merkel, wie gaat dat worden? Dat bepaalt heel veel voor hoe het gaat lopen met Europa de komende 5, 6 jaar. Want ja, Europa drijft toch eigenlijk uiteindelijk op Duitsland. Men zegt altijd wel, als Duitsland en Frankrijk het met elkaar eens zijn, dan gaat Europa vooruit. Nou, ik denk dat Frankrijk eigenlijk een bijrol speelt. Dus wat gaat er gebeuren in Duitsland? Dat weten we pas in september. Maar ja, het lijkt me toch echt nuttig als we daar de komende maanden meer tijd aan besteden. Nou, wij gaan daar een steentje aan bijdragen. Dank je wel. Dit was hem alweer, de Europese eindejaarsshow van onze podcast Café Europa. Hoe vond je het? Ja, dit moet elke week. We moeten een Europees programma op de Nederlandse buis hebben. Zo snel mogelijk. Nou, wil jij in de tussentijd ook meer Café Europa? Abonneer je dan op onze podcast via je favoriete podcast-app. En we zijn er zo om de, niet iedere week, maar 2 à 3 weken. Komend weekend ook al. En dan schuift, dat zal jouw plezier doen, Margriet Brandsma aan, oud-Duitsland-correspondent voor de NOS. En met haar ga ik vooruitblikken op dat Duitse verkiezingsjaar. Heel goed. Dank aan al onze gasten. Aan jou, Stefan, en speciale dank ook aan onze vaste sponsor, Studio Europa Maastricht en het Liaison Bureau van het Europees Parlement in Nederland voor het mede mogelijk maken van deze show. Tot de volgende.